belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Er is onvrede onder het ambulancepersoneel. Die onvrede is zo hoog opgelopen dat er wellicht vandaag wordt gestaakt door ambulancepersoneel. Dat zegt Kenneth Bremer van vakbond APVO vandaag tegen de Extra. Gisteren vond er overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de APVO en vakbond CBV over langlopende problemen die onder meer te maken hebben met de bemanning van ambulances en het algehele beleid. Bremer hoopt dat er vandaag verder gesproken kan worden. Het illegaal gokken op Curaçao lijkt toe te nemen. Afgelopen weekend vond er een grote controle plaats bij verschillende zaken op Curaçao. Minimarkets en snacks zijn gecontroleerd en in sommige zaken werden illegale gokmachines aangetroffen. Maar vooral het illegaal verkopen van nummers lijkt toe te nemen op Curaçao. Andere producten die illegaal worden verkocht betreffen onder meer Viagra-pillen. Gisterochtend vond er ongeluk plaats op de Camino Salinha waarbij 3 auto's betrokken waren. De man die het ongeluk heeft veroorzaakt is een chauffeur die geen verblijfspapieren heeft, zijn auto niet verzekerd heeft en dronken was. De Extra schrijft dat er de laatste tijd weer veel auto-ongelukken plaatsvinden en roept op tot meer controle door de politie. Gisteren is de rechtszaak gestart tegen 4 verdachten in een grootschalig onderzoek dat de naam Themis heeft gekregen. De 4 die nu terecht staan worden verdacht deel uit te maken van de bende No Limit Soldiers, NLS, en ze staan terecht voor onder meer witwaspraktijken, drugsmokkel en het uitlokken van moord. Na de zaak is lange tijd onderzoek gedaan. Het betreft zware criminaliteit, zo benadrukte het Openbaar Ministerie. Een van de zaken die gisteren werden besproken betreft het uitlokken van moord op de vermeende daders van de moord op een partner van een kopstuk van de NLS. Hiervoor zou een 500.000 gulden zijn betaald. Na Qualectra, nosa tuma tembo pa sirbibo, ora kumasta kuminibo. Llámanos al centro de cliente al teléfono 0800-035-10 luna para el viernes fuera del sector de mente de cuyo sector de noche para turno servicio en off para una cita. Si va a traer cita para ya sabra, también por favor. Para escoger para traer cita, riba aqualectra.com y aprovecha a mesura para poner documento en la cerca para visitar cerca de nosotros va más fácil. Sí. Aqualectra su centro de cliente huerta clapa ser vivo na e momento cuta cumini abo. De Extra meldt dat er op korte termijn informatie zal worden gegeven over het bedrijf dat de raffinaderij wil overnemen. Het gaat om de zogenaamde preferred bidder. Die naam zal voor het eind van de week bekend worden gemaakt, zo schrijft de Extra. En de hoop is dat voor eind juni de contracten kunnen worden getekend voor een bedrijf dat de raffinaderij gaat overnemen. Voetbalscheidsrechters zijn het niet eens met de nieuwe veiligheidsmaatregelen die de voetbalbond FFK heeft ingevoerd. Dit gebeurde na de schietpartij vorige week in het SDK-stadion waarbij een voetballer werd doodgeschoten. Nu moeten onder meer de scheidsrechters worden gecontroleerd voordat ze het stadion binnenkomen. Daar zijn veel scheidsrechters het niet mee eens en als gevolg daarvan gingen alle wedstrijden in de tweede divisie van de Liga MCB gisteren niet door. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op Curaçao is een terugroepactie gestart voor producten die uit Nederland afkomstig zijn en hier worden verkocht. Het gaat om chocolade van het merk Kinder en humus van het merk Maza. In verschillende producten van Kinder is de bacterie Salmonella ontdekt. Deze bacterie kan flink ziekmakend zijn en kan onder andere diarree en koorts veroorzaken. In de humus van Maza is ook een bacterie gevonden. Deze kan een voedselinfectie veroorzaken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.